Welkom dames en heren bij deze nieuwe aflevering. Vandaag gaan we in het dorp kijken zoals beloofd. We gaan even kijken wat hier allemaal te vinden valt. Nou, deze heeft wat leer. Een slager. Als het goed is... Bibi... Maar hoe heten die gasten? Hij moet papier hebben. Maar ik heb niet gewoon... Ik heb wel wat suikerriet. Wacht even. Alleen wat ik me dus afvraag... Hoe heten die gasten die zeg maar... Die hoe heet het weer hebben? Hoe maak je papier? Hoe maak je papier? Is dat zo? Nee. Hoewel. Moet je het daarvoor eerst omgooien tot suiker? Ik zou het eigenlijk echt niet weten namelijk. We gaan het gewoon proberen. Suiker. Zo? Nee, ook niet. Hé? Mensen, hoe maak je papier? Wacht, even snel opzoeken. Hoe maak je papier? Want ik weet dat het met suikerriet is. Papier. Oh. Papier. Minecraft. We gaan eens even kijken. Oh, serieus? Ik had gewoon het suikerriet zelf gewoon nodig. Ja, suikerriet kan je natuurlijk nu niet meer maken natuurlijk van dit. Dat ga je niet menen. Nou, kijk. Volgens mij kan je dat namelijk niet meer maken. Maar wat kan je met suiker dan? In godsnaam. Misschien kom ik daar nog wel achter. Suikerriet. Ja, papier. En je kan er suiker van maken. Ja, dat begrijp ik. Maar ja, je kan er verder eens niks. Je kan het niet op een manier nog terugmaken. Dus. Zo, ik ga even op zoek naar suikerriet. Het zal hier wel niet in de buurt liggen. Waarom had ik niet meteen gekeken hoe je suikerriet maakt? Want nu weet ik natuurlijk niet hoe je waar suikerriet is. Volgens mij had ik... In de vorige aflevering had ik natuurlijk al dat suiker, had ik natuurlijk al gepakt, al dat suikerriet. Tenminste, dat denk ik. Ik wil niet al te ver gaan, want dadelijk vind ik het dorpje niet meer terug. Serieus, ik ben gewoon... Serieus... Gewoon geen suikerriet hier in de buurt. Wee. Zwemmen. Hier ben ik dus niet blij mee. Ik snap ook niet waarom ik niet meteen ben gaan kijken hoe je nou suikerriet maakte. Papier maakte. Ik ben met domme ideeën. Gelukkig heb ik die villager opgesloten.
zodat hij eigenlijk geen kant op kan. Nou, hier heb ik gewoon nog wat andere dingetjes. Maar ja, dat is ook weer geen suikerriet. Misschien daar nog. Ik kan daar nog wat kijken, want daar zie ik ook wat zand en zo. Nou, ook geen suikerriet. Mensen, mensen, mensen. Ik denk dat ik het gewoon voor mezelf heb verpest. Oh, gaan we weer krijgen net als in de vorige aflevering. Weer dat klitsen gedoe. Wacht, ik zie daar suikerriet. Hey, is dat een wolf? Ja, wolf. Kijk, ik zie aan de overkant suikerriet. Dat is mooi. Daar is het dorp. Oké. Okay. Dus dan gaan we even daar naartoe. Want ik heb papier nodig. Eigenlijk best wel veel papier. Dus ik heb ook eigenlijk heel veel suikerriet nodig. Zo. Oh nee. Mijn inventory is weer vol. Wat kan weg? Wat kan weg? Wat kan weg? Nou, weet je, nee, dat niet. Wat is dit? Witte wol. Nou, wol kan weg. Daar heb ik niks aan. Nou, die sticky kan gewoon hierbij. Als ik nou van deze eventjes dat andere soort steen maak, kan die weg. Kan die daar. Dit is weer wat aarde, kan ook weg. Wat is dit? Bieten. Oh, oké. Zo. Nou heb ik... Serieus, ik gooi gewoon mijn zwaard weg. Zo. Huppakee. Huppakee. En dan huppakee. Ah, daar zie ik nog meer. Gaan we nog even snel daarheen. Ik heb natuurlijk heel veel suikerriet nodig. Voor heel veel papier te kunnen maken. Want hoeveel krijg je per suikerriet? Tenminste, per suikerriet. Per ding die je maakt. Je kan het niet goed zien, maar volgens mij maak 3 of zo. Volgens mij echt niet veel. Nou, het gaat weer lekker regenen. In Minecraft. Zo. Nou, dan gaan we nu terug naar het dorpje, als ik hem nog kan vinden. Want ik heb natuurlijk ook geen coördinaten opgeschreven. Dus ja, nu hopen dat ik op de goede kant ga naar het dorpje. En ik snap gewoon niet dat ik nog steeds... Ja! Oh mijn god. Als ik niet op zoek ben naar dat hout en gewoon eventjes voor de grap dit hout pak, is het gewoon de hout die ik moet hebben, mensen. Hoe goed is dat? Nou, dan hakken we er gewoon even lekker een paar mee. Huppakee. Maar ik wil eigenlijk ook die saplingen hebben van deze bomen. Dus dan moeten we even omhoog bouwen. Zo. Dan moeten we, als het goed is, even alles weghalen zo. En volgens mij worden het dan saplings, hè? Als het goed is, krijg ik nu saplings, toch? Van deze boom. Of niet? Ja, dit is hem. Als het goed is. Ik wil nog meer saplings. Kom op, geef saplings. Heb ik nu 2 saplings of niet? Ja.
eiken. Is dat het? Spar. En dat komt uit de eikenboom. Oké, okay. Nou, het zal wel. Ik heb er nu 20. Zal dat genoeg zijn? Of is dit ook weer zo'n boom? Ja. Oh. Deze aflevering begint lekker. Ik vind opeens allemaal van die bomen. Die ik natuurlijk in de vorige aflevering ook al zocht. Alleen toen niet vond. En in deze aflevering vind ik het gewoon. En ik heb natuurlijk die dorpie. Waar ik, als het goed is, die aparte villager heb gevonden. Die mij zo'n, ja, zo'n ding kan geven voor ergens naartoe te gaan. Voor zo'n speciaal ding. Landje. Zo'n map, weet je wel. Als het goed is, kan hij me dat geven. En dan kunnen we naar zo'n villa toe gaan, als het goed is. Ik denk dat ik trouwens nu wel genoeg hout heb. Want hoe wordt het als ik dit doe? Oh, dat bruine hout. Oké. Okay. Nou, ik moet nog even bedenken hoe ik dat ga doen met de koeien. Hier is trouwens nog een stukje. En daar nog een. Ja hoor, ik kan ze weer planten. Binnenkort. Dus dat is mooi. Hoeveel heb ik er nu? Oh, dit zijn die spar. Ik heb er 6. Oké, okay, nou. Ik heb 6 spar. Nou, dan gaan we nog even deze weghalen. Huppakee. Deze is lekker laag. Hup. Als het goed is. Juist. Nu heb ik een 7. Ik help hem wel even. Zo. Ik moet er natuurlijk genoeg hebben. Zodat ik lekker een vorm ervan kan maken. Nou, ik zie daar trouwens het dorpje weer. Ik hoop echt dat ik genoeg suikerriet heb. Want anders moet ik dat gaan planten. En dan kan ik dan pas verder. En daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin in. Dus ik hoop dat ik genoeg heb. Ja, nou, wat doen je? Niet zelf maar plagen, meneer. Even kijken, waar staat dat ding voor de deur? Ik had er wat voor gezet. Zodat die villager niet weg kon. Ah, dat is hier. Oké. Okay. Goedendag. Daar ben ik weer. Even kijken. Kijk. Oh, je krijgt er inderdaad maar 3 van. Dus ik heb er nu maar 12. En hoeveel moest hij er hebben? Ben jij het? Ja, kaarten maken. Ik heb er wel heel veel nodig. Ja. Nou, ik heb dus niks anders. Dus dat betekent dat ik helaas dit eventjes ga dichtgooien. Hoe deden we dat ook alweer? Oh. Dat is een schermafbeelding. Oh ja, zo. Even kijken. Waar staat ook alweer waar je bent? Even kijken, waar staat nou precies waar je bent dan? Oké, okay, daar. Dus dat is. Als het goed is, is het dat het. Notitie. Even toevoegen.
toevoeg notitie en dan 14, 15, 4. En dan 23, 3, 7, 2. En dan, of is dat de x, x min 3. Volgens mij proberen die villetjes eruit te komen. Alleen het lukt natuurlijk niet, omdat ik hem vast heb gezet. Punt 8. Zo. In ieder geval zou ik nu de coördinaten moeten hebben. Als het goed is. Kijk, ze proberen er inderdaad uit te komen. Alleen dat gaat ze natuurlijk niet lukken. Dan gaan wij even terug naar spam. Zo. Geteleporteerd. Ja, dan moet ik eigenlijk zand hebben. En ik weet niet zeker als ik dat hier in de buurt heb. Oh, wacht. Ik zie genoeg zand. Laten we even omlopen. Dat bedoel ik dus. Want dat ding werkt niet altijd. Mijn vleugels. Oh, wacht, hier is ook zand. Even kijken. Weet je wat? Ik maak het gewoon lekker hier al. Oh, wat doe ik nou? Zo. Als het goed is. Nee, dan weet ik het. Ja, hier wel. Mooi. Nou. Dan heb ik er weer één geplant. Daar ben ik blij mee. Kunnen we in ieder geval binnenkort weer even terug naar het dorpje voor die kaart te halen. En dan kunnen we op avontuur uitgaan. En dan wil ik tot de volgende aflevering in ieder geval zeggen, laters.